competitie voor de KNVB-beker zijn vandaag de volgende wedstrijden gespeeld. Oostkapelle Limburgia 3-2, GVVV Hoek 3-1, Roda Raalte Spijkernisse 4-1, Marke Rede 3-1, de Bataven VVOG 0-2, ASWH Emmen 2-1, AVW 66 NEC 1-3, Urk AZ 60 1-4, Deto Haarlem 2-8, Wilhelmina 08 Spakenburg 0-1, Edo Kozakkenboys 3-3, Go Ahead Eagles Veendam 1-1, Telstar RKC 1-0, VVV Pek Zwolle 0-5, SVV Roda JC 3-2, Cambuur DS 79 1-2 en Fortuna Sittard Wageningen 3-0. En dan zijn we toe aan het overzicht van het nieuws. Het CDA-kamerlid Bijnema vindt dat de regering het besluit tot eventuele plaatsing van kernraketten moet uitstellen. Hij zei dat op een bijeenkomst van het comité CDA'ers tegen plaatsing van kruisraketten. Mijns inziens ligt het in de reden een plaatsingsbesluit tenminste uit te stellen. Op de bijeenkomst in Den Haag waren vrijwel geen vooraanstaande leden van het CDA. Wel aanwezig het oud-kamerlid Hans de Boer. Bij de vliegbasis in Woensdrecht werd gedemonstreerd. Volgens de actievoerders waren er 400 demonstranten. De politie telde er ruim 100. Er waren uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. In totaal waren er 1000 man politie en bewakingspersoneel op en rond de basis. Ze moesten voorkomen dat de actievoerders hekken zouden doorknippen. 11 mensen werden gearresteerd omdat ze dat toch deden. De Belgische organisatie CCC, de communistische strijdcellen, heeft opnieuw een aanslag gepleegd, dit keer in Charleroi. Het is de tweede aanslag van deze week. Daarmee voert de CCC haar dreigement uit om vlak voor de verkiezingen van morgen extra actief te zijn. De Belgische politie heeft nu besloten tot extra bewaking van veel regeringsgebouwen. Bij de aanslag in Charleroi werd niemand gewond. Het vlaggenschip van Greenpeace, dat heet ook Greenpeace, heeft de omgeving van Mururoa in de Stille Oceaan verlaten. Het schip heeft problemen met een van de generatoren. Volgens de leider van de expeditie is de motorpech dusdanig dat reparatie op Tahiti noodzakelijk is. De jachten Vega en Alliance blijven achter om het protest tegen Franse kernproeven voort te zetten. Het weer. Vannacht opklaringen en mogelijk enkele mistbanken. In het binnenland plaatselijk vorst aan de grond. Overdag periode met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Einde van de journaaluitzendingen van vandaag. Goedenavond.
landgenoten. Het is nu de tijd om je op te geven voor een van de vele competities die het Bowling- en Kegelcentrum Nijmegen ook dit jaar weer organiseert. Let it roll, let it roll, let it roll. There's nothing like bowling, bowling. There's nothing like bowling, bowling. Het doet er niet toe of je jong, oud, druk of gek bent. Meespelen betekent dat je verzekerd bent van een regelmatig terugkerend, gezellig en sportief uitje. Voor de kosten hoef je het echt niet te laten, want die zijn super, super laag. Bel ons nu meteen om je op te geven of om informatie aan te vragen. Bowling en Kegelcentrum Nijmegen 080 22 8000. Videotheek Bijman in de Kievietstraat, Nijmegen. Wij verhuren Beta VH's 2000. Iedere week hebben wij een tal van nieuwe films. Drie films voor 5 gulden.